Vogels. Dinsdagavond. Dinsdagavond, 25 oktober, 10 uur. Kom jij rond met Sparta vanavond? Ja, dat is wel te afwachten natuurlijk. Je hebt natuurlijk drie partijen. Partij 1 is natuurlijk de clubs. Partij 2 is ben ik met de club. En partij 3 is RKC en ik natuurlijk. Dus. Maar jij wilt graag bij Sparta spelen? Ja, anders had ik hier niet geweest op dit late tijdstip. Ik hoorde net van de heer Hendricks dat de deal absoluut niet doorgaat als jij morgen niet met Sparta tegen Dordrecht mag spelen. Nou, dat kan ik best begrijpen natuurlijk. Kijk, ik zeg altijd, als je een brood gaat kopen, dan kan je het brood gelijk meenemen en niet een week daarna. Dan is het ook bakken, dat brood. Als de speler een akkoord heeft bereikt, dan gaan we eens kijken hoe we er toch uit kunnen komen. Vanavond nog? Vanavond nog. Succes. Dank. Hoe ver zijn jullie, Peter? Nou, we zijn in afwachting van het bestuur van Sparta en standpunt inneemt. Wordt moeilijk, denk je? Nou, ja. Ik kan niet inschatten. Het is afwachten van met wat voor antwoord zij dadelijk terugkomen. Dus gaan we maar niet op vooruit lopen. Oké. Okay. Jullie hebben een paar eisen op tafel gelegd en daar denken zij nu op dit moment over na. Precies. We zijn in afwachting van antwoord van hen. Het is nog niet rond. Het hangt nog op twee zaken. Zal er nog overleg plaatsvinden? Dat houdt in de duidelijkheid die RKC moet geven over de vrijgave. Er wordt gesproken over een datum van 1 november. Nou, dat is absoluut voor alle partijen onacceptabel. De tweede zaak is de duur van de overeenkomst die Marco aangaat bij Sparta. Waardoor het Sparta-bestuur teruggaat voor overleg. En, wat is die lengte als het aan jullie ligt? In principe de rest van het seizoen plus 2 jaar. En Sparta denkt nou over de situatie van de rest van het seizoen plus 1 jaar. En daar krijgen we morgen uitsluitsel over. In principe gaan we telefonisch verder. Mocht het nodig zijn om bij elkaar te komen, dan gebeurt dat. Voor 12 uur morgenmiddag? Voor 12 uur morgenmiddag. Oké, okay. Dankjewel. Goeie reis terug. Speel jij vanavond voor RKC? Dat is een moeilijke vraag op dit moment. Ik ga eerst naar het bestuur nu, maar dan kan ik die vraag beantwoorden. Op dit moment is het een hele moeilijke vraag. Wil jij spelen voor RKC vanavond? Als het niet doorgaat, speel ik voor 100% inzet voor RKC. Marco Bowers gaat niet mee vandaag in de bus. Hij gaat ook niet spelen. Ook niet als het contract niet rondkomt met Sparta? Ook dat. De zaak is voor mij nu heel duidelijk. Ik wens absoluut niet aan deze soapserie mee te werken en hij is dus niet met het elftal mee. Hij gaat niet mee met het elftal naar Groningen. De beslissing valt zo meteen in de bestuurskamer? Juist. Wachten we dat even? Oké. Okay. Ja, Ali, je maakt veel mee in het voetbalrijtje. Maar dit is iets wat ik nog niet heb meegemaakt en ook nooit meer wens mee te maken. Hij staat op dit moment nog onder contract voor RKC. Over 5 minuten kan dat anders zijn. Ja, voor mij geldt nu maar 1 ding. Vanavond voetballen. Ik denk dat mijn taak als voetbaltrainer... daar moet ik eerst voor zorgen dat er een elftal staat vanavond. Dat gaat functioneren. Wij gaan dus met 16 man weg. En we gaan ons richten op de wedstrijd van vanavond. Niet meer en niet minder. Zonder Marco Bowers. Zonder Marco Bowers. Even een ogenblikje, ik ben even al bezig. Ja?
Maar hoe staat het voor op dit moment? Ik ga even afscheid nemen. Wie weet. Wel op elkaar. Op een verantwoorde wijze betaald voetbalspeler is meer dan alleen maar zoals het nu hier gebeurt. Het is onbegrijpelijk. Maar goed. Is betaald voetbal ook menselijk dan? Ik denk het wel, ja. Net even niet, hè? Daarom zeg ik, ik heb er nu alleen maar te maken met de zaak voor vanavond, het voetballen. En die jongens zo gemotiveerd mogelijk in het veld sturen. En die andere zaken zullen daarna natuurlijk wel degelijk besproken worden. Want dit is natuurlijk iets waarvan ik zeg, hoe is dat in vredesnaam mogelijk? En hey, nou de bus uit, kom. Ja, nou, we laten iemand dat vast. Ja. IT? Wees je jong. Succes wel. Ja. Succes erin. Bel hem kan. Nummer 9 is vanavond Marco Bogers. Nummer 10, Alfons Groenendijk en nummer 11, Arjan Wonderlaan.